Welkom terug bij Gamers Net Gear, waar wij elke dinsdag de laatste tech, hardware, gadgets, you name it. Als het iets met gamen te maken heeft en je kunt het kopen, dan willen wij het graag behandelen. Dit is Peter, ik ben Tom en dit is de Speedlink Kudos M9. Z9. Ja, dik. Oh, Z9. Ja, Z9. Okay. Ik had K9 ook wel weer leuk gevonden. K9, ik vind Kudos al heel leuk. Kudos is super vet. Kudos is een vette naam. Ja, maar zij. Nee, maar we hadden vorige week een Asus beeldscherm. En net zoals heel veel producten, Tutte Beach had er ook een handje van. Productnamen met 34 codes, oh, waarvan je denkt, ja, dat bol.com die code moet weten, prima, ja, maar vermoei ons er niet mee. Nee, maar op een gegeven moment wordt het echt X39, ja. Z2, anderhalf, denk van, ja, dan kun je een titel net zo goed een QR-code maken of zo. I know, en by the way, het is een toetsenbord. Ja, inderdaad. Als je dan het plaatje af moet lezen in plaats van de naam, dan doe je iets fout. En Speedlink zet wel meteen in met gewoon de naam, die denkt van, hey, kudos. Ja, de toetsenbord was Ultor en dit is de Kudos Z9. En ik huldeer Speedlink om hun gedurfde design. Dat deed ik al bij het toetsenbord, bij het keyboard. En ik doe dat nu bij de muis. Ik vind als spelers relatief nieuw in de gamingmarkt stappen voor echte gaming peripherals, is het vaak nogal 13 in een dozijn. Het is heel erg van, oh, wij gaan ook inspelen op de gamer. Dus kijk even naar wat SteelSeries doet. Ja, kijk even naar wat Razer doet. Dan kopieer je dat een beetje. Je plakt er je eigen logo op en zo. Hé, hey, we hebben ook een gaminglijn. Ja. Maar hier, ja, Speedlink springt er dan wel een beetje uit door, nou, allereerst te zeggen, rood! Ja, en dat al. En gewoon best wel een design dat je niet zegt van simplistisch. Het is een soort van ergonomisch, maar dan overdreven ergonomisch. Ja. Als in van, oh, nog meer curves en bollingen. En gewoon, je neemt een beetje dat ergonomische en je brengt het over de top. Ja, ik vind het echt superleuk design. En ik, kijk, en dat is dus, dat vind ik sowieso vaak met mooi design. Mooi design kun je haten of kun je van houden. Dat is smaak. Dat is ook smaak. Maar het is, weet je, dat is beter dat dan onuitgesproken. Ja, nee. 13 in dozijn is inderdaad een grotere schande dan gewoon, oh, hij is lelijk omdat hij heel erg uitgesproken is. En natuurlijk, mijn gamers, het blauwe hart klopt als ik rood zie. Maar, en er zitten 64 kleurtjes in, die je dus, dit dingetje kun je veranderen, daar kun je mindere kleuren van maken. Dat is allemaal prima, maar goed, omdat het zo rood is, vallen heel veel van die kleuren, ga je niet in. Ja, nee, ik bedoel, je gaat hem niet op je dat cyaanachtig zetten, zo van, dat kleurt er toch voor geen rol bij. Ja, of net een andere kleur rood. Ja, terwijl, want je hebt die DPI-lampjes hier, die zijn dan ook rood, maar dat rood kun je dan weer zeker niet op je... Nee. Ja, Oké, esthetisch, goed over nagedacht over design, over de lampjes. Die 64 lampjes hadden gewoon niet gehoeven. Nee, je had gewoon lekker. Kies gewoon voor rood blauw en maakt klaar. Of ja, precies, of zwart. Zwart licht. Zwart licht, vet. Inderdaad. Zwart licht. Mooi. Nice. Nee, hoe gamet hij? Even serieus. Hij gamet lekker weg. Hij heeft tot 8200 dpi. Ja. Dus hij kan, dat is gewoon. Het is een lasermuis overigens, hij is niet optisch. Ik hou meer van optisch. Ja, dat is nee, een smaakding. Dat is ook een smaakding. Maar je hebt tegenwoordig ook gewoon hele degelijke lasersensoren. Is ook zo, maar dat is, dat zie ik dan op de verpakking staan. En daarna ga ik muizen en dan gaat mijn hoofd al denken van ja, dat... Ja, maar deze is niet optisch, dus ik vind het kut. Nee, maar deze zo werkt dat vaak. Ja, nee, het is wel een beetje... Het is niet, ik wilde niet zeggen kut. Het is, ik hou meer van optisch. Okay. Want het muis gewoon goed weg. Hij heeft een programma, een redelijk goed programma moet ik zeggen, om je macro's aan te passen. Vijf stuks. De drivers zijn oké. Okay. Ja, de drivers zijn echt supergoed. Zeker voor een bedrijf wat zeg maar, nog niet zo lang dit soort gaming dingen maakt. Ja, want dat is altijd het hele probleem met als ze erop nieuw inspringen. Zo van, we kunnen de hardware wel maken, maar wie maakt die software? Dat is dan vaak een of andere stagiair die zoiets heeft van ja, lalala. Kijk naar die Hori Edge producten die wij hadden. Die waren nog Koreaans. Die stonden op Japans en die wouden er ook niet vanaf. Nee, dat zette hij hem op Engels. Dan ging je naar het volgende stukje in het menu, was het weer. Oh, hey, hier heb je weer Japans. Domo arigato. We hebben een app. Why? Ja. Why, for the love of God? Waarom heb je een app? Omdat het vet is. Omdat je dan gewoon, als je midden in de game zit en je stapt in een tank en je moet je anderen en dan pak je al je mobiele telefoon en druk je op een knop en dan... Het is leuk bedacht, maar het is iets wat je natuurlijk ook gewoon softwarematig in kan stellen van oh, als ik op deze knop druk, dan ga ik naar mijn tank layout of dan ga ik naar een hogere DPI of dan ben ik sniper, dus dan is de DPI weer lager of zo. Ja. Het is leuk dat ze het doen, maar ja, heb je er wezenlijk iets aan? Heb je echt in een game ooit gedacht van oh, dit moet ik even veranderen? Nou, weet je... Nee, dat raakt het niet om, dat is het idee. Nee, maar het is een beetje kip of ei verhaal. Nu ik helemaal weet dat het bestaat, heb ik mijn mobiele telefoon als derde scherm bij mijn pc staan. Ja, de kip of de app verhaal, ja. Nice. Heel mooi. Lekker dit. Bezig, toch? Ja, echt, ja, het is de eerste
belangrijke toevoeging in dit item. Ja, dat mijn, de eerste woordgrap is binnen hoor. Nou, purpose is vervuld. Nou goed, hij heeft dus een app. Hij heeft, hij heeft een 4D muiswiel. Dat is ook zo'n marketing trucje. 4D? Ja. Het gaat ook door de realiteit heen. Nee, 4 directions. Oh, ik dacht 4D als in 4 dimensies. Nee, dat hij ook door tijd gaat. I know, ze noemen het 4D. Maar het is gewoon 4 directions. Je kan omhoog en omlaag en naar links en naar rechts. En dat naar is links nieuws. En dat is echt heel... Maar ze zetten er zelf 4D op. Dus qua marketing zijn ze echt heel slim. Ik dacht 4D, dat klinkt super dope, alsof je gewoon door tijd en ruimte kan scrollen. Dacht je echt dat dat kon met die muis? Hij kost ongeveer 60 euro, daar kun je niet mee tijd reizen. Nee. Dat kan trouwens wel een goede vanaf prijs. Vanaf 200 vaak. Ja, vanaf 200. Ik heb een muis waarmee je een stukje terug in de tijd kan. Maar nee, dit is op zich voor 60 euro. Is echt een hele goede muis voor die prijs. Dat is schappelijk. Dan is hij zeker het overwegen waard naast de instapmodellen van SteelSeries en van Corsair en van andere. Ja, nee, dan, tenzij je linkshandig bent trouwens, hè, want dan daar heb je niks. Ja, of tenzij je een scheidhekel hebt aan rood. Dan, als je een stier bent, dan houdt dit meteen op. Dat gaat hem niet worden. Ja, dan sloop je hem gewoon heel snel. Dan hou je er wel van. Ja, maar trouwens, is hij wel een beetje stevig? Want ik vind hem heel licht aanvoelen. Dat is een beetje. Hij ligt op zich prima in de hand, maar ik hou wel altijd van iets meer gewicht in mijn hand. En dit is wel echt misschien... Ja, nou, ik ben zelf dat niet zo gewend. Dus ik vind het prima. Nou, hij is hartstikke stevig. Voor de snelle bewegingen zie ik het. Ja, hij is hartstikke goed, hartstikke stevig. Ik was echt heel erg te spreken, vooral over design. Maar alle functionaliteiten die erin zitten, doet hij gewoon prima. En dat het zo uitgesproken is, vind ik alleen maar positief. Dat is wel noemenswaardig. En hij is gewoon een hele mooie prijs. Nee, inderdaad. En als je van rood houdt, dan is hij zeker een goede move om te maken. 60 euro, Speedlink, kudos. Z9. Dikke kudos voor Speedlink. Dat was je tweede positieve toevoeging aan deze. Okay. Oh nee, en dat kan nog gewicht in je hand. Moving up.